Vandaag ga ik restjes opmaken. Campinggerechtje in de Dutch oven. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer. En elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Ik ben neergestreken in de Dordogne. Super mooie plek, hè? Met mijn campertje. En de hele dag koken. Ik doe niks anders, hè? Koken met lunch, koken met ontbijt zelfs. En koken voor het avondeten, mooi s'avonds. Ja, dat zie je niet elke dag, hè? Zo'n mooie plekken. Moest meekomen, moest meekomen. Dutch oven. Lachen is, ik werd benaderd door die gasten van Camp Chef, dat is een Amerikaans bedrijf. Waarom? Die zagen mij vaak klooien met spullen van hun. Want Camp Chef, Dutch ovens, dat is eigenlijk mijn go-to merk als het gaat om skillets en Dutch ovens. Deze wordt mogelijk gemaakt door Camp Chef. Goed hè, hoe leuk is het als je zoals ik nu neergestreken ben met het campertje in het buitenland of in het binnenland om iets moois te maken in de Dutch oven. Of dat nou een stoofpotje is, of een kippetje, of een brood. Geweldig, hè? Ik heb hier een piece of shit barbecue'tje. Standaard in het campertje. Kun je leuke dingen op doen. En vooral dus in combinatie met zo'n pannetje. En herken je het misschien? Als je op de camping bent. Je koopt wat stokbroden. Die gaan niet helemaal op. Maar de volgende dag kun je er iemand de kop mee inslaan. Hè? En dan gooi je ze weg. Nou, ik heb iets leuks bedacht. Een bread pudding. Dus eigenlijk ga ik een heel mooi gerechtje maken van oud stokbrood. En dat klinkt raar, maar het is super belangrijk dat het oud stokbrood is. Want oud deeg, dat neemt veel beter vloeistoffen op. En we gaan die namelijk hele lekkere smaakjes aan toevoegen. Nou is het hartig, maar we gaan het super zoet maken. Echt een lekkere bread pudding. En die kun je eten 's ochtends als ontbijtje, 's middags voor de lunch. Of als lekker tussendoortje. Voor mijn part als taartje op de camping. Super leuk, kei lekker en leuk om te doen. Nou heb ik deze bewust voor deze aflevering 3 dagen geleden gekocht in de supermarkt. En op een of andere manier, hij is wel oud, maar hij is nog niet zo keihard als dat die Frans stokbroden worden. Dus ik weet niet wat voor spul ze tegenwoordig in smeren, maar het is allemaal niet zoals vroeger. Misschien weet jij hoe dat komt. Laat het gerust weten. We gaan beginnen. Ik denk even zoiets. En die snij ik eventjes in stukken van 1,5 centimeter, 2 centimeter ongeveer. Je kunt het breken, het maakt niks uit. We pakken mooi de saladekom van de camping. Pleuren we alles even in. Zo, dat staat. Ik heb trouwens die barbecue al aangestoken. Ik heb maar een paar houtskooltjes nodig. Echt maar een paar. Dit pannetje gaat rechtstreeks op de kolen en dat wordt best heet. Dus ik ga mijn pannetje vast even opwarmen. Dus ik pak wat gloeiende kooltjes en die leg ik op het deksel. Dat is namelijk de reden dat een Dutch oven een opstaande rand heeft aan het deksel. Zodat de kooltjes erop geplaatst kunnen worden. Dat is ook meteen de verklaring waarom ze zo'n pannetje een oven noemen. Een Dutch oven. Want nu krijg je van boven en van onder gelijkmatige hitte. Het materiaal, het gietijzer, glijdt het hartstikke mooi. En we krijgen dus van boven en onder lucht in die pan letterlijk. Hè? Warme lucht. Temperatuur. Als we dadelijk ergens 180, 200 graden hebben, dan is het goed. Dat weten we niet, maar dat schatten we zo'n beetje in. Goed, wat hebben we allemaal voor een lekkere dingen? Als ik aan vakantie denk, dan denk ik heel vaak aan abrikozen. Want op een of andere manier hebben we altijd abrikozen-jam op vakantie. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Bij ons is dat zo. Ik heb ook nog wat gedroogde abrikoosjes. En die gedroogde abrikoosjes, die wil ik even wellen. Nou, deze zijn trouwens redelijk zacht, dus die zullen niet lang geweld hoeven worden. En ik heb ook wat rozijnen. Een handjevol. Zo, dat gaat in het bakje. Wie heeft het niet op de camping? Amaretto. Of rum. Dat is natuurlijk wel even lekker dat we die vruchten daarin gaan wellen. Ik heb ook nog wat verse abrikozen. Elke supermarkt. Hier ligt er vol mee. Eventjes in partjes snijden. Mooie partjes. Het kan maar klaar liggen. Dit gaat ook allemaal goed. Nu
Nu moeten we eigenlijk het deegje helemaal gaan maken. Ik zei al, we gaan van het hartige stokbrood gaan we heerlijk zoet toetje maken. Eerst eens even ons brood een klein beetje wellen vast met wat melk. Melk. Ik heb nodig slagroom. Zo. En dit hoeft niet veel te zijn. Maar gewoon alvast om het een klein beetje soggy te maken. Soggy. En vooral die korstjes, hè, die moeten een beetje zacht worden nu. We hebben nodig 150 milliliter gecondenseerde melk. Het hoeft niet per se gecondenseerde melk te zijn. Maar ook gewoon houdbare melk of gewone verse melk. Maakt niet zo heel erg veel uit. Maar gecondenseerde melk, dat karamelliseert heel erg mooi. Je maakt er ook vaak karamel van. Hè? Als je dit au bain-marie of eigenlijk in het water een poosje kookt, dan krijg je die hele mooie stropige karamel. Dit is 150 milliliter. Slagroom, even checken. Altijd even checken of die nog goed is. Hè? Daarbij gaan eieren. Waar heb ik de eieren? Hier heb ik de eieren. Ik heb 6 eieren nodig. 3 hele eieren en 3 eigeel. Roeren we de hele bende even goed door elkaar. Alles even loskloppen. Mooi romig geheel en je zult begrijpen, die eieren zorgen zo meteen voor die binding, hè? Die stolling. Dus we maken een deegje van een deegje wat al gebakken is. Dus vandaar dat we die eieren nodig hebben. Eens kijken hoe het met onze vrienden is hier. Ja, die is mooi een beetje opgezogen. Dan komt hier nog bij een beetje kaneel. Een paar goede snuffen. Dat gaat ook weer een beetje mooi door elkaar. Hier moet nog een beetje suiker bij. Ik gebruik vanillesuiker. Heb je geen vanillesuiker, dan doe je gewoon suiker. Kan het verrekken. Of bruine suiker. Eigenlijk net wat je in jouw caravannetje hebt liggen. Maar vanillesuiker is het mooiste. Oké. En daar kan ons mengsel doorheen. Nog een keer even goed roeren, dat we zeker weten dat alle eieren kapot zijn. Komt-ie. En dit mengen we dus heel erg goed door elkaar. En nou is het dus zaak dat deeg, dat brood gewoon echt alles gaat opzuigen. Want nu maken we eigenlijk een soort deegje weer, een nieuw deegje. Dit moeten wij net zo lang roeren tot dat brood al dat vocht heeft opgenomen. Ondertussen kunnen mijn gewelde abrikoosjes en rozijntjes erdoor. Doe eens normaal, man. Super lekker. Af en toe even, als je nog een korst ziet die een beetje irritant is, proberen met de lepel of zo even een beetje door te breken. En nou gewoon er met de knuisten in. Een mooi deegje van maken. Als je denkt dat het deeg iets te nat is, dan zou je er een beetje stokbrood bij kunnen doen. En andersom, als je denkt dat iets te droog is, dan moet je misschien nog even wat vloeistoffen toevoegen. We zullen eens even kijken hoe het gesteld is met ons oventje. Ja, weet je nog dat ik dat mooie blikje met gecondenseerde melk heb? Zet ik in het midden. Hoef je zelf niet te doen. Of je doet zelfs het papiertje eraf als je dat wil. Je hoort hem sissen, dus dan weten we dat hij goed heet is aan de kanten. Het dekseltje erop. De hete deksel wel te verstaan. En nu wachten we ongeveer een half uurtje, 35 minuutjes. Wat ik vergeten ben, bedenk ik me nu, is om de pan goed in te vetten van tevoren. Anders krijgt die ellende er natuurlijk nooit meer uit. Hè? Dat was niet zo heel slim. Maar we gaan zien hoe die eruit komt. We gaan het meemaken. Dat is helemaal niet gewend van mij, hè? Ontdek je plekje. Op reis met Ralf. Haha, het is weer eens wat anders. Ja, maar dat wou ik toch even laten zien. Wij geven hier onze workshops. In de Achterhoek. Je kijkt hier naar de Malmse Molen. Echt waar. 10 minuten lopen. 5 minuten fietsen. Of 30 seconden met de auto. Daar zit ook nog een prachtig hotel waar je ook kan overnachten, weet je wel. Je kunt gewoon de hele shebang kun je gewoon boeken. En ik ben gewoon even mijn workshops gewoon keihard aan het promoten, hè? Daar zijn we dan. En je kunt een wens doen. Zoveel als je wil. Ja, we hebben natuurlijk een jaar niet mogen draaien. Langer dan een jaar met onze workshops. Maar hier gaat het weer beginnen.
hopelijk na de vakantie. Want we hebben natuurlijk mega wachtlijsten opgebouwd. En we moeten er ruim 50 inhalen van vorig jaar. Maar hoe gaaf is het, hè? Ik zet hieronder trouwens, onder dit filmpje in de beschrijving, zet ik wel eventjes waar je kunt opgeven of informatie kunt aanvragen. E-mailtje, dat soort dingen. Dus ik hoop jullie hier ooit een keer te ontmoeten. Zou te gek zijn, toch? Barbecue workshopje, hè? We werken natuurlijk niet alleen maar op smokers, hè. Dit komt straks helemaal vol staan met barbecues. Allerlei soorten. Gasbarbecues, Zuid-Afrikaanse braais, kamado's. Echt de hele bende. Helemaal vol. Zo, na deze prachtige documentaire. Zullen we eens even kijken hoe het met onze bread pudding gaat. Hij heeft er ruim 40 minuten in gezeten. Hohoho, ik ben gespannend. Oh, groeiende kolen. Eerst misschien minder. Voilà. Oh. Ja, dat krijg je als je hem niet waterpas zet, de kok. Dan gaat het scheef hangen en dan gaat de bovenkant natuurlijk een beetje verbranden. Ik geef ook workshops, heb ik dat gezegd. Voilà. Zo, dus eens kijken of die te storten is. We gaan het proberen. Komt ie? Ja, hij komt. Voilà! Hoe gaan we dit noemen, jongens? Goudbruin. Bruinbruin. Met tinten van zwart hier en daar. Ja, dit punt heeft hij duidelijk net iets te veel hitte gehad. Maar volgens mij, het ruikt niet verbrand. Weet je wat? We maken hem af. We doen net of we het niet gezien hebben. Want wij smeren daar nog die mooie abrikozenjam overheen. En daarmee camoufleren wij natuurlijk de hele bende. Dus wat hebben we geleerd? Niet scheef in het pannetje. En iets minder hete onderkant. Maar voor de rest ben ik super tevreden. Want ik weet namelijk hoe dit gaat smaken. We gaan een beetje slagroom pakken. Daar zetten we nog die mooie abrikoosjes tussen. Zo, hier is hij dan. We hebben weer wat bijgeleerd, zodat jullie deze fouten niet hoeven maken. Want zo is het ook, hè? Maar jongens, waar hebben we het over, hè? Een heel klein randje. Ik vind dat hij super gaaf uitziet. Ik weet hoe die smaakt, namelijk waanzinnig. Leuk om te doen. Mensen van Campchef, bedankt. En jullie allemaal wellicht hier een keer bij mij bij de workshops. En anders tot volgende week. Maken. Leuk dat je de hele video hebt afgekeken. Wil je nou meer van deze video's zien? Overweeg dan om mijn merchandise te kopen, want daarmee ondersteun je dit kanaal, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik heb gave t-shirts, snijplanken, leren schorten. Check maar eens. Helemaal geweldig. Ja, filmpjes zoals bijvoorbeeld deze van vorige week. Deze. En abonneren dat kan, hè. Daarvoor moet je op mijn gezicht drukken. Daar komt-ie.